Lieve mensen, u bent geboren in Terneuzen en misschien woont u er nog steeds. Misschien bent u vertrokken naar Brabant, naar Eindhoven om te studeren en heeft u besloten om nooit meer terug te komen. En dat heeft te maken dat veel Zeeuws-Vlamingen niet terugkomen omdat we een bepaalde identiteitscrisis hebben. Want in België denken ze dat we Hollanders zijn en in Holland denken ze dat we Belgen zijn. We vallen altijd tussen wal en schip. En daarom hebben we waarschijnlijk een enorm alcoholprobleem. Maar dames en heren, een van die kenmerken van het beeld wat ik nu schets is de geschiedenis van kapitein Rooibos. En ik zie u allemaal naar elkaar roepen en denken: kapitein Rooibos, wie is dat? Dat is een legendarische kapitein. Hij is in 1634 geboren op Saamslagveer. Als Wim Pladet, maar omdat er zoveel mensen Pladet heten in Zeeuws-Vlaanderen, kreeg hij vanwege zijn wilderige boskrullen, die rood van kleur waren, zijn bijnaam kapitein Rooibos. En met zijn schip de Lachende Zeelul bevoerde hij alle oceaan. En u vraagt zich af, wat heeft die vent dan gepresteerd? Het meest indrukwekkende was zijn reis naar Japan in 1657. U moet zich voorstellen dat Japan tot op dat moment een onneembare vesting was voor Spanjaarden, Europeanen, Chinezen, noem het maar op. Maar kapitein Rooibos had twee dappere mannen mee. Jo en Co. Deers uit Saamslag, die hij nog kende van de lagere school op de Reuzenhoek. En in alle vroegte gaf hij voor de kust van Japan een achteraf legendarisch bevel om aan land te gaan. Kapitein Rooibos riep in alle vroegte voor de kust van Japan naar zijn twee dappere mannen: Yo! Go! Hama! De andere ochtend werd het Japanse dorp Yokohama naar dit bevel vernoemd. Tegenwoordig wonen er 14 miljoen. Over de Schelde, over de Schelde en de Noordzee. In uw ogen, u wordt langzaam trots dat u Zeeuws-Vlaming bent. Maar dit is niet het enige wat kapitein Rooibos gepresteerd heeft. U moet zich voorstellen dat we in de 17e eeuw Noord-Amerika alleen kenden. Ongeveer tot ter hoogte van New York, daarboven kwamen we. Maar kapitein Rooibos zette koers over de noordelijke IJszee richting Noord-Amerika. Maar daar strandden ze op een ijsschots. En zijn stuurman, eentje die kwam van de Noek, die wist het niet meer en die vraagt aan zijn kapitein: kapitein, oemoemenu. Daarom spreekt kapitein Rooibos de legendarische woorden: ja, je kan naar hier en je kan naar daar. Ze gingen naar Canada. Dames en heren, dit is een shanty. De band zingt, het publiek volgt. Over de Schelde, over de Schelde en de Noordzee. September, we hebben hem vorige week herdacht. Hij verloor voor de kust van Miami een legendarische zeeslag van de Mexicaanse Armada. En de mensen in Zeeuws-Vlaanderen konden niet geloven dat hij daar voor de kust van Miami had verloren. En ze stonden te blijten. Ze stonden te blijten op de kaai in Bresjes. Ze stonden met de tranen in hun ogen op het ponton in Terneuzen. En zelfs op Bergpolder, het stelde toen aan Yves voor, er was nog geen veerdienst. Zelfs daar stonden ze met een zaddoek in hun ogen. En de massale reactie na het verlies voor de kust van Miami en Zeeuws-Vlaanderen was dan ook nee. Verloor hij daar? Uiteindelijk en de Amerikanen daar weer hun staat naar vernoemd. Verloor hij daar?
over de Schelde. Over de Schelde. En de Noordzee. En de Noordzee. In deze foyer, wat was die? Over de Schelde. Over de Schelde. En de Noordzee. En de Noordzee. Kapitein Rooibos. Kapitein Rooibos. De wind nam me mee. De wind nam me mee. Over oceanen. Over oceanen. Iedere zee. Iedere zee. Kapitein Rooibos. Brazil.